Een flinke aderlating bij FC Os vanavond is het ontbreken van Marcel van der Sloot. Die niet wordt geriskeerd door trainer Dirk Heese vanwege knieklachten en dus op de bank begint. Os is een veelscorende ploeg met al 25 goals. En van der Sloot was betrokken bij 14 treffers. 5 maal als aangever en 9 keer als schutter. Simone met de bal in de diepte richting Mark Koot. Voor het eerst in de basis dit seizoen. Nelemans verlegt het spel. Van der Zanden, zo is de eerste kans dus voor FC Os in de 3e minuut. Poging van der Zanden gepakt door Ruud Swinkels. Ruimte voor de thuisploeg. En hier wacht Eindhoven dan ook op. De momenten waarop het kan toeslaan. Waalkens van Boekel komt niet los. Van Kruijsen ook niet, maar krijgt hem wel gelukkig voor zijn voet. Van Kruijsen en prikt hem maar net naast. Taha Pari, die vaak vrijkomt tot nu toe. Aan die kant heeft Os het verdedigend gezien niet zo goed georganiseerd. Kijk, daar is Taha Pari weer. Alle tijd voor een voorzet. Die is ver beneden de maat. Waalkens erin, Keizer erin. En Keizer wint. Maar levert ook in bij Van Kruijsen. Van Boekel, Van Zon. En Van Zon mikt en die mikt hem op de paal. Beste kans in de wedstrijd tot nu toe voor de thuisploeg. Via Jens Van Zon. Kapralik levert in bij Van Boekel. Die ziet de keeper voor zijn doel staan. Maar durft het stiftje niet aan. Schiet uiteindelijk wel het schot dat wordt gekraakt. En via de buitenkant van de paal dan naast gaat. Door nonchalance achterin bij Os komt Eindhoven in de 3e minuut van de 2e helft. Bijna op voorsprong. De 2e helft is 10 minuten oud. Ernest Faber grijpt in. De trainer van Eindhoven. Zijn ploeg zit redelijk vast. En dus wordt Mokhtar ingewisseld. Voor 18-jarige Rienke Pennings. Die zijn eerste minuten beleeft in het betaalde voetbal. Doorgaans krijgt Eindhoven weinig ruimte van Os om te voetballen, om te combineren, om iets te bedenken. Nu was dat moment er wel. Doet Korts er niks mee. Maar hij laat het er niet bij zitten en jaagt Van der Zanden gelijk op. Kapt de volgende uit. Laat het overhaal van Boekel. En die stuit op Van Muijen. Korts is misschien niet zeker genoeg, niet zeker van zijn zaak om het zelf te doen. Laat het overhaal van Boekel. En die vindt de enige overgebleven verdediger van Os op de lijn. Van Bellen. Waar blijft die bal? Die bal gaat tegen de touwen. Het is 1-0 uit een spelhervatting. De vraag is wie het doelpunt maakt. Hij baalt uiteraard sowieso, Richard Arends. Het is Pennings die de bal nog schampt. En dus zorgt voor de bevrijdende 1-0 voor Eindhoven. Een debuut met een gouden randje dus. En Kooi. En Kooi. Makkelijk. En raak voor 2-0. En in de extra tijd is het dan gelopen, is het beslist. En Kooi schiet hem langs Richard Arends. Ja, je zou kunnen spreken van gouden wissels van Ernest Faber. Die al Pennings bracht. En ook Nkoyi binnen de lijnen brengt. En beide invallers zijn dus succesvol voor Eindhoven. Dat een regelmatige overwinning boekt zonder groots te spelen. En FC Os als doelpuntenfabriek wist vanavond geen goal te produceren. En Os sluit dit seizoen voor het eerst een wedstrijd af waarin het niet tot scoren komt. Een competitiedebuut met een doelpunt. Hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Het liep heel stroef en er was iets nodig. Dus de trainer dacht, breng mij. En daar was ik heel blij mee. En dan wil je iets doen voor het team. En als je dan kunt scoren, is het helemaal perfect. We hebben een bepaalde manier van spelen op ons middenveld met veel positiewisseling en snelle balcirculatie. Van daaruit creëren wij de kansen. En dan breng je Rink, die daar heel erg goed in is.
En ook net voor je verdediging, als je met lange ballen gaat, heb je wat lengte meer erin. Nou, uiteindelijk breng je er later nog Patrick erbij en dan scoort hij ook. Dus helemaal volgens het plan hebben we het uitgevoerd en gelukkig gewonnen. Wat is het gevoel wat jij aan deze wedstrijd overhoudt? Een hele slechte. Dus laten we het allemaal bij houden. Ik zou willen vragen, verklaar je nader? Nee, daar heb ik niet zoveel zin in. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik iets gezien heb vandaag wat niet bij onze ploeg hoort. En dat was hem ook. Afwachtend, Os, mag ik dat zeggen? Nee, dat had er allemaal niks mee te maken. Maar, ik ga dit eerst maandag eens even anders bespreken. Dus het heeft geen zin om daar vandaag over te praten. Spijt me voor jou maar, en voor de kijkers. Maar daar heb ik even een andere pet voor op nu. Maar dan zit het echt ook echt diep bij je? Nou, ik vind dat je nooit op mag geven, dus nou, dat heb ik vandaag wel gezien. Maar daar laten we het bij, oké? Okay? Jouw trainer heeft hier al gestaan, Dirk Heesen. Die wilde weinig kwijt. Het zat hem bijzonder hoog. Heeft hij wel iets gezegd in de kleedkamer tegen jullie? Ja, tuurlijk. De trainer was teleurgesteld. En ik vind ook dat de trainer absoluut gelijk heeft. We hebben elkaar in de steek gelaten. Zeker de tweede helft. En dan verlies je gewoon tegen een club als Eindhoven. Je moet wel zeggen dat Eindhoven gewoon een hele goede ploeg heeft. We proberen altijd te voetballen en daar hadden we af en toe moeilijkheden mee. Maar ik moet zeggen, we hadden hier, als we punten hadden gepakt, mogen we blij zijn. En we hadden absoluut niet kunnen winnen hier, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar met een punt waren we tevreden geweest. En MVV trapte af. Won 4 keer thuis, MVV. Speelde alleen gelijk in die tumultueuze wedstrijd tegen Helmond Sport. Damen en een misverstand en een cadeau en Raak. U zit pas net op de stoel of Esayas scoort. Slot is de voorzitter van deze vergadering en geeft de bal of met een hakje aan Asjente, maar dat denk ik niet. Of aan Van Hinten. Castellana wil uit de muur. En dat lukt. En Van Hinten schiet hem erin. En wat een blunder van Van Eijk. Die bal onder zijn buik in het doel laat rollen. En wat is dit? Dit is een penalty. Van Eijk neemt de rol van Slemiel van de wedstrijd over. Van Hintem. Nou, er is contact. Colin van Eijk doet van alles om Slot uit de concentratie te halen. Maar desondanks scoort Slot onberispelijk. Noraïr Mamedov. Dat is een trucje van Cristiano Ronaldo. Geïmiteerd door Mamedov. Maci krijgt daardoor mede de bal en haalt uit. En dan is het gebeurd. In Maastricht is Nasir Maci de man die de wedstrijd op Slot gooit. Nadat Slot zelf voor de voorsprong zorgde van 2-1.